Wel, mevrouw de voorzitter, mevrouw de commissaris, collega's. We kennen allemaal de beelden. We hebben ze al ooit gezien. Kinderen in de mijnen. Ik heb ze zelf met eigen ogen gezien. Kinderen in een rij, van klein naar groot, opgesteld, bijna zoals in een school, maar het was om te gaan werken in de mijn. Het was om te kijken wie er net klein genoeg was om die akelige donkere tunnel in te gaan. Collega's, als je dat gezien hebt, dan zweer ik u, dan maak je een prioriteit om kinderarbeid tegen 2025 te bannen. Want als je de cijfers ziet, 152 miljoen kinderen wereldwijd in kinderarbeid. Dat is eigenlijk 1 op 10 wereldwijd dat gaat werken. In plaats van naar school te gaan, in plaats van te gaan spelen. En vandaar, collega's, dat ik alle mede-indienaars wil bedanken. Het waren moeilijke onderhandelingen. We mogen dat hier wel zeggen. Het was op het scherp van de sneeuw met veel vrouwen en veel vrouwenkracht. Maar we hebben een sterke resolutie gemaakt rond Madagaskar. Rond de 11.000 kinderen in de mica-mijnen. Laten we Madagaskar, een van de armste landen in de wereld, helpen om die kinderarbeid daar te bannen. 1 op 2 kinderen werkt er daar. Maar laten we ook als Europa zelf hier onze maatregelen nemen. En ik vraag aan de commissie, mevrouw Ursula von der Leyen, van wie ik een fan ben, heeft beloofd, we maken er een prioriteit van. Wel, ik vraag u, kom nog voor de grote vakantie met dat actieplan van de Europese Commissie, zodanig dat we kinderarbeid uitroeien tegen 2025. Dank u wel.